Ten Tissing, Elzo Vos, Albert Schuren, Jos Wijken, Michiel Bult, Kira van Dijk. Het is net een professioneel wielercriterium. Als ze schieten, gaan we even piano deze kant oprijden. En dan zijn wij ondertussen wel richting de boarding. Goed. Je hebt er akelig veel zin in. Ja. Jawel. Dat pistooltje zegt jou niks. Nee. En koersen is nog veel mooier. Ja. En jij hebt dit seizoen ook veel succes al gehad, want het gaat hartstikke goed, hè? Ja. Mooi. Over een paar jaar in deze meute meer dagen Westerveld, Noorderveld Westerkwartier staan. Ook niet? Ja. Goed. Klip en klaar en duidelijk. Nou, iedereen is er klaar voor. De voorrijwagen. Wat zeg je? Zullen we het pistool omhoog doen? Ja, rode trui, Allround schadebedrijf, Badhoren uit Roden. We krijgen de aankomst. Erik, Christophe Dagaerts, Elzo Vos, Martijn Verschoor en jawel, in dat herkenbare wit van Henk Fransen, Top Kozijnen, Peter Schulting. Die mannen dus wat betreft de punten van het inhouden, dames en heren, dat we gaan bellen natuurlijk voor 6 premies bij een terugkeer. En nog belangrijker natuurlijk de punten voor die rode trui. Maar ja, Christophe Dagaerts, die lijkt daar gewoon mee vandoor te gaan, de man dus uit de Harts. Jawel, die probeert dat natuurlijk vast te houden. We kijken eens even naar de achtervolgende groep. Achter de smaat van autobedrijf Volman. Peter Schulting erbij. Peter Schulting, Christophe Haksen. En we zien dus ook Adriaan Helmantel. 6 premies en punten. Sander, zijn naar de vlag van de aankomst aan. Natuurlijk van de premies. Aangeboden door onze fantastische sponsoren. Hier vanavond in de Wild. Eerste premie, 5 punten. Ruud Fransen, 4 punten. Christophe Haksen, Peter Schulting, Adriaan Helmantel en we krijgen aankomst. Aankomst met Ruud Fransen, pakt er gewoon ook een puntje bij wat betreft die lijn met Peter Schulting. We hebben erbij zitten, dames en heren, Adriaan Helmantel en Christophe Haksen. Vlag blijft omhoog, vlag gaat omhoog en als we kijken naar het peloton. Martijn Verschoor met die stevige en die hele rappe dijer uit Bovensmilde. 7 toeren nog te doen voor de 3 koplopers, dames en heren. Theo Posma, dit seizoen een aantal keren op het erepodium. Man die vorig jaar ook het DEF-klassement wist te winnen. 18 tellen op dit moment nog. 18 tellen. Ja, ja, 7 rondjes nog te doen. Kijk eens. Goed, dames en heren, we krijgen hier in de passage. Kijk eens, Ruud Fransen, Verschoor en Posma.
ronden geeft het bord aan. Wisseling van de wacht. Kijk, die mannen, die doen het natuurlijk om de eindbuit. Verschoor en uiteraard ook Theo Posma. Belangrijk is natuurlijk straks ook de eindspurt tussen dat duo Posma en Martijn Verschoor. Want kijken we gewoon in de reglementen van de Meerdagen-Noorderveld-Westerkwartier. Eerste plaats 75 punten. Tweede plaats 60 punten. Derde plaats 5 kwartier. Gaan we kijken of hij nog vooruit is, André, of wie op dit moment nog vooruit is, Ruud Fransen. De dames en heren, we zetten onze werkman even recht op de neus. We gaan hem begroeten met applaus. Rondebord gaat naar 3. 3 rondjes nog voor Ruud Fransen uit Nieuw-Weerdingen. En dan de Kemphanen natuurlijk om de winst in de Meerdagen worden veldwester kwartier. Gevolgd door de camera's van TC Noord, de Siamese tweeling. Nog 3 rondjes te doen. Theo Posma, Martijn Verschoor. Ja, de Duitse plas is vanavond hier niet mogelijk in de ronde van de hulp. Een surplus is natuurlijk niet toegestaan. Maar die mannen rijden gewoon naast elkaar. En we overleven wat gaan we doen. Kijken naar elkaar. Kijk eens even diep in de ogen wat er gaat gebeuren. Wat er op dit moment staat te gebeuren met Adriaan Helmansel. Andries. Die Suzuki van Matthijs Andersal, wedstrijdenlang natuurlijk daar vooraan top. Het is een giant en daarachter zit een deel Kikalte natuurlijk. Maar onder andere erbij Ruud Fransen. Jawel, Ruud Fransen, dames en heren. Uw applaus voor de mannen die weer Ruud Fransen. Jawel, winnaar van de Ronde van Wil. Jawel, heel goed gedaan, jongen. Fantastisch. En dan gaan we kijken naar 2 en 3. Andries. Dames en heren, we gaan kijken naar de nummers 2 en 3. Waarschijnlijk ook de nummers 1 en 2 in de algemene rangschikking. We gaan kijken naar, jawel, Theo Posma en Martijn Verschoor. Een prestige spurtje hier op de Wilp en in de Wilp richting het dundoek van Rabobank West-Groningen, Noorderveld. En de komende mannen, ze komen wel degelijk uit het zadel. Martijn Verschoor wordt de tweede man, derde man Theo Posma. Winnaar, meerdagen Noorderveld-Westerkwartier, Theo Posma.